Oscar is 20. Afgelopen oktober hoort hij dat hij leukemie heeft, bloedkanker dus. Wat dacht je? Ja, dat overkomt overkom mij dit nou. De kans dat is zo klein. Zo ziet Oscar uit voor hij geveld wordt. Hij sport, studeert, gaat uit, gewoon zoals ieder ander. Maar dan moet hij opeens linea recta het ziekenhuis in. Dan denk je van, van wat gaat er allemaal gebeuren? En ga je in één keer denken over uh, overlevingskansen. En die kansen zijn klein, want de kanker zit bij Oscar in zijn stamcellen. Zijn redding zou zijn als hij de cellen van een ander kreeg. Dat gaat zo. Oscar's eigen stamcellen uit zijn BMR moeten eerst worden vernietigd. De kankercellen zijn dan weg. Daarna krijgt hij de gezonde cellen van iemand anders. Maar een geschikte donor vinden is moeilijk. Bij een broer of zus is de kans op een match 1 op 4. Maar daarbuiten is de kans minimaal. 1 op 50.000. Ja, het is redelijk moeilijk omdat bijna niemand weet dat je stamcellen kunt geven. En als ze het al weten, denken ze dat het eng is en pijnlijk. Maar zo eng is het helemaal niet. Je krijgt twee wattenstaafjes. En met die wattenstaafjes neem je wat wangslijmvlies af. Dat gaat zo. Het wattenstaafje stuur je op naar het laboratorium. Dat checkt je gegevens en zet je gegevens in een grote databank. En pas als iemand jouw stamcellen nodig heeft, dan pas word je gebeld. Dan krijg je eerst een medicijn toegediend. Je gaat daardoor meer stamcellen aanmaken. Die cellen halen ze weg en in de dagen erna maak je ze vanzelf weer aan. Bijwerkingen zijn bijvoorbeeld een grieperig gevoel. Een oude, pijnlijke methode wordt weinig meer gebruikt en dus blijft het bij kleine ongemakken. Ondanks dat hebben maar 80.000 mensen zich aangemeld en daartussen weinig mensen van gemengd bloed. En juist dat heeft Oscar nodig, want zijn moeder is Nederlands, maar zijn vader Indisch. En dus doet Oscar een oproep aan iedereen dat het heel erg belangrijk is dat zij uh, zich aangemelden voor de stamceldonorbank, zodat ze anderen kunnen helpen en misschien niet mij, omdat het uh, de kans zo klein is, maar dat het een ander niet overkomt.